En super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb een first impression video en ik ga in deze video een kwastenset testen van Real Techniques. Ik heb nog nooit kwasten gehad van Real Techniques. Sinds kort heb ik een setje van Real Techniques gekocht. Ik wil namelijk ook overstappen op kwasten van Real Techniques. Maar ja, ik doe het gewoon per keer, want het is best wel een investering natuurlijk. Ik kocht dit setje. Dit is een setje speciaal voor de ogen. Ik ga hem zo meteen ook met jullie uitpakken. En met dit setje ga ik zo meteen een ooglok maken. En dan ga ik jullie gelijk vertellen wat ik daarvan vind van deze kwasten. Dit setje kocht ik bij de Bijenkorf een aantal weken geleden. Ze hadden bij de Bijenkorf sale. En toen... was dit setje was eerst 30 euro, toen was hij 20 euro en hij was nu 14 euro. Ik vind het echt een heel erg leuk setje hoe die eruit ziet. Het zijn de paarse kwasten. Ja, deze zijn dus helemaal geschikt voor de ogen. Dus als jij benieuwd bent naar wat ik van deze kwasten vind, blijf dan zeker eventjes gezellig meekijken. Dan nu het spannendste, namelijk de kwasten uit het doosje halen. Ik vind het doosje er heel leuk uitziet trouwens, ook heel stevig. Ik heb de kwasten gewoon nog niet aangeraakt ook, want ik heb het echt speciaal voor deze video bewaard. Dus ik ga het doosje nu openmaken. En dan ga ik dit eruit halen. Nou, het eerste wat ik eruit haal is deze koep of doosje gewoon waar je de kwast in kunt zetten. Dit is gewoon zo'n leuk doosje die je neer kunt zetten waar je de kwasten dus in kan zetten. Best wel handig eigenlijk hoe dat is gedaan. Dus die. Er staat daar verder nog wat over op. Oh, hun noemen het een brush cup. Nou, maar ja, in feite dus. De brush cup, om het maar even zo te benoemen. Dan heb ik hier de allereerste kwast. En dit is een lash separator. Hiermee kun je dus je wimpers uit elkaar halen. Maar nou vraag ik me af of dat dit het beste is als je mascara hebt opgedaan of daarvoor. Ik denk daarvoor, want mascara wordt zo hard. Ik vind de kwasten echt super fijn aanvoelen. Hier zit trouwens ook een heel mooi schuifje op, zodat het mooi blijft. Dan heel mooi die tekst van Real Techniques erin. En dan hier staat heel klein een lash separator. Ik hoop dat je dat kan lezen. Ik zet hem in de brush cup. Dan ga ik door met deze kwast. En dit is een shading brush. Voelt wel heel fijn aan hoor, dit. Wauw. Je hebt wel echt kwaliteit in handen. Dat merk ik nu al. Die haartjes zijn ook... Oh, deze zijn nog best wel... Ja. Voelt op zich wel zacht. Maar ook niet te zacht. Echt een beetje tussenin. Dus deze. Dan ga ik dit kleine kwastje eruit halen. En dit is een fineliner brush. Heel fijn denk ik om een lijntje onder je ogen mee te zetten, denk ik. Hij is wel lekker smal zo. Echt, ik vind het voelt echt heel fijn aan. Maar dit is echt voor mij, ik heb dit gewoon nog nooit gevoeld. Dus voor mij is dit natuurlijk ook heel erg nieuw. Dan ga ik deze pakken. En dit is een medium shadow brush. Ik denk dat deze wel heel erg fijn kan zijn, ook voor in de arcadeboog. Maar dat gaan we straks zien met de look die ik ermee ga maken. Deze is heel lekker zacht. Wauw. Ook in de brush cup. En dan het laatste kwastje. En dit is een essential crease brush. Nee, deze is dus echt voor in de arcadeboog. Ze voelen echt lekker zacht.
vind het echt een lekker uitzien. Zo ziet het er dus uit in de buffet staan. Ziet er wel leuk uit. Ik vind het ook wel een leuk extraatje zo. Ja, dan wordt het nu tijd om de kwasten te gaan testen met een oogboek. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit gaat bevallen. Ik ga een look maken met dit selfie paletje van I Heart Makeup. En ik ga even kijken welke kleur ik waar wil graag gebruiken. Ik ga beginnen met een beetje highlighter op mijn wenkbrauwbot aan te brengen. En op mijn binnenste ooghoeken. Dus dat is de eerste kleur. En dit ga ik doen met de shading brush. Dus ik ga mijn bril even afdoen. Ik ga daarvoor de kleur Checkers In gebruiken. Typ ik in de kleur. Het komt wel echt al gelijk ook schaduw op. Voelt wel echt lekker zacht hoor. Ik vind het niet verkeerd. Met de Essential Crease Smudge ga ik de kleur in mijn wenkbrauwbot aanbrengen. Ik ga hiervoor in de vierde kleur en deze heet Gold Digger. Ja, Gold Digger. En die dip ik dus in deze kleur. Hij neemt echt heel veel pigment op. Maar je kunt er echt heel precies mee werken hoor, moet ik zeggen. Wauw. Het valt echt niet tegen. Kijk, naast aanbrengen kun je het ook gelijk blenden. En dat vind ik wel heel erg fijn met deze kwast. Ik vind het niet verkeerd. Ik vind het er heel mooi uitzien als ik eerlijk ben. In de buitenste ooghoek ga ik de medium shading brush voor gebruiken. En dan ga ik de kleur... De donkerste kleur, dat is de laatste kleur. Deze heeft de naam How Many Likes. Die ga ik daar aanbrengen. Ik doop hem er even in. Deze is wel heel groot. Ik vaag hem ook nog een heel klein beetje naar de arcadeboog.
ga ik met de niet gebruikte kant ga ik hem eventjes blenden. Echt heel precies mee werken hoor, met deze kwast. Ik ben nu wel echt heel tevreden tot nu toe. Op het bewegend ooglid ga ik weer de smudgy brush gebruiken. En daar ga ik de kleur Ox in aanbrengen. En dat is een beetje een roze kleurtje, deze. Die is dan voor het bewegend ooglid. Het ziet er heel fijn uit. Mooi uit. Ik ben echt heel tevreden. Met de fineliner brush ga ik een heel dun randje onder de ogen aanbrengen. Ik ga voor de derde kleur. Dat is de kleur Chopfix. Dat is deze. Een heel licht randje mee aanbrengen. Kriebelt onder je ogen heel erg. Wow, ik ga er voor tranen. Nou, ik heb echt wel hele fijne lijntjes mee zetten. Ja. Dat ziet er wel goed uit, al zeg ik het zelf. Uiteraard ga ik ook de lash separator nog even testen. Ik ga hem nu gewoon even doorkomen zonder dat ik mascara op heb. Want ik weet niet of dat nog wil als ik mascara op heb. Ik denk wel dat het de bedoeling is dat je dit doet als je mascara hebt opgebracht. Dit is niet zo mijn ding. Ik vind dit een beetje eng. Ik ben echt heel erg bang dat ik in mijn ogen terecht kom. Ik maak even mijn look verder helemaal af. En dan kom ik bij jullie terug voor de eindconclusie eigenlijk. Ik heb de look even afgemaakt. En dus eventjes tijd om te vertellen wat ik er dus van vind. Van deze kwastset. De kwastjes, daar ben ik echt heel tevreden over. Ik vind ze stuk voor stuk super fijn. Ze zijn lekker zacht. Je kunt er echt heel nauwkeurig mee werken. Ook deze vind ik heel erg fijn. Hij is echt super smal. Ik ga hem even beter laten zien aan jullie. Je kunt echt hele fijne lijntjes hiermee trekken. Echt een super kwastje. Ook deze vind ik heel erg fijn. Over deze vier kwastjes ben ik gewoon super tevreden. Ze zijn super fijn. Het is eventjes wennen omdat ik alleen maar hele low budget kwasten was gewend. Maar dit is zijn geld echt wel waard. Deze kwasten, absoluut. Ja, het enige wat ik niet echt geweldig vind, dat is die Lash Separator. En ja, ik weet niet. Ik vind het een beetje een eng dingetje. Ik ben als de dood dat ik in mijn oog terecht kom.
Het is best wel hard, die tandjes. Dus ik weet niet zo goed wat ik hiervan vind. Mijn eerste indruk zegt, nee, dit is niks voor mij. Misschien als ik er wat meer mee aan de gang ga, wat meer mee speel, dat ik mijn mening later nog verander. Maar ja, goed, het is een eerste indruk video. Ja, mijn eerste indruk zegt nu gewoon nee. Dit is gewoon niet iets voor mij. Het is leuk dat het erbij zit, maar nee, ik vind het een beetje een eng dingetje. Ja, en die brushclip vind ik gewoon super handig dat hij erbij zit, waar je die kwastjes gewoon in kunt zetten. Staat ook heel erg leuk. Ik denk dat je hier ook wel andere setjes nog bij in kunt zetten. Ik denk dat ik ze uiteindelijk wel in mijn gewone kwastenbak wil gaan zetten. Omdat ik daar een paar kwasten uit ga halen. Maar over de kwasten zelf ben ik super tevreden. En ik vind het echt een heel mooi setje. En ik wil echt nu alweer deze set gaan aanvullen. Omdat ik gewoon nu weet hoe het is om met zulke kwasten te werken. En ik vind ze echt super fijn. Dat was eigenlijk mijn eerste indruk van deze kwasten van Wheel Techniques. Ik zal nogmaals even de naam noemen van deze set. Het gaat om de Enchanted Ice Set. Ik zal de naam nog even goed in beeld houden. Het gaat om deze set. Ik ben er van onder de indruk. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien hoe ik deze kwasten ging testen. Wat ik ervan vond. Als je deze video leuk vond, doe zeker even een duimpje omhoog. Als je nog niet geabonneerd bent op mijn kanaal en je wilt graag op de hoogte blijven van mijn nieuwste video's, kun je gratis abonneren op mijn kanaal. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken en ik zie je bij de volgende video. Doeg!